voor Hillegonda Matadien, directeur van twee kindertehuizen, wordt het in deze periode van COVID-19 steeds moeilijker om haar kindertehuizen draaiende te houden. Vandaar dat ze weer hulp vraagt aan de gemeenschap. Vorig jaar deed ze een oproep aan de gemeenschap en de gemeenschap had dan geholpen voor een jaar. Vandaar dat we toen ook niet meer in de media zijn geweest, omdat wij toen voldoende hulp hebben gehad vanuit die gemeenschap. Maar nu zitten wij weer zonder voldoende eten en drinken voor de kinderen. Vandaar dat ik me weer wend tot de gemeenschap, zegt Hillegonda Matadien, directrice van haar de twee kindertehuizen. Eén aan de Kasabastraat 31, waar de meisjes zijn ondergebracht, en de andere aan de Lolastraat te Kasaba Olo. We spraken met haar, waar zij dan wederom een oproep doet aan de gemeenschap voor hulp. Ik ben niet tevreden. Want elke maand betaal ik 150 of 145 voor water en licht. En plotseling krijg ik een bedrag hier zo van 835, 60. En ik heb kinderen, ze moeten baden. De meeste kinderen van 10 jaar worden al, zijn al grote meisjes, zal ik netjes zeggen. Ze moeten na school weer baden. En het is lastig. En dus gaan ze niet fris ruiken. Dus ik ben niet tevreden. Ik kan het niet. Ik ben niet geliefd bij de vorige regering. Ze hebben... Ja, dan heb je het verstaanbaar. Ik wil het niet weghalen. Ik wil het zo laten. Ja. Ik vind van... Je bent al niet geliefd. Ik vind van... Je hebt me gepest. En je hebt me zodanig gepest dat iedereen jou gelooft. Maar hoe bedoelt u gepest? De regering heeft me gepest. Ja, hoe kunt u dat? Omdat ze mijn gebouw willen hebben. Okay. Ze willen mijn gebouw hebben. En het is lastig. Niets is van de vorige regering. Het is van mij en ik moet ook niet compenseren. Ik heb veel kinderen opgevangen. Kijk, niemand betaalt. Ik doe het liefde werk. Ik ben een christen, ik hoop van mensen helpen. Dus ik vind het niet leuk dat ik zo duur moet komen betalen voor water. Dus liever word ik dan van deze president geliefd om me te helpen met mijn liggen water. Jullie krijgen geen subsidie, mevrouw Matadien? Nee. Hoe lang al niet? 10 jaren. 10 jaren. Ik heb die dame gezegd, Queen, als ik de naam moet roepen. Maar ik roep het gewoon, mevrouw Bron had ik gevraagd. Ik heb haar gezegd, geef me geen subsidie, maar geef me elke maand een pakket voor die kinderen. En nog steeds, ik heb 3-4 keren gebeld. Nog steeds heb ik niks gehad. Ik weet niet wat ik met moet doen. Mevrouw Matadien, u heeft er een jongensafdeling en een meisjesafdeling. Jongensafdeling aan de Lolastraat. Ja, hoeveel jongens? Daar heb ik 20. 20 jongens. Heb je steeds klasse van? Tot 13. Hoeveel meisjes heeft u hier aan de Kasabastraat? Hier heb ik 15. En dan heb je mijn kleine jongens slapen. En dan heb ik ook de meisjes. En waarin zitten de meerkosten om een kindertehuis draaiende te houden? Voeding. Momenteel voeding. Geld is niet zo belangrijk. Maar nu zie ik dat geld ook belangrijk wordt. Want ik kan niet zo duur betalen voor water. Nog voor licht. En naar de telefoon komt nog kijken. Wat ga ik benzine? Voei toch, ik vind het heel erg. Maar u zei daarnet, mevrouw Matadien, u krijgt er al geen jaren subsidie. Hoe lang niet? 10 jaren krijg ik geen subsidie. Hoe houdt u dan uw kindertehuis draaiende? Ik heb voeding. Wat ik kreeg. Vroeger kreeg ik het regelmatig. En verleden was ik was ook verleden jaar op de buis. En ik bid. Dus ik had de hele jaar bijna had ik voeding. Mensen kwamen af en toe. Vandaar de uur me vroeg. Zei ik van voorlopig niet.
Maar nu zie ik, ik moet naar u toe. Toe haasten. Want ik heb het hard nodig, anders red ik het niet. En ik wil, als de kinderen me een fruit vragen, moet ik ze een fruit kunnen geven. Anders gaan ze dingen pakken. Zomaar stelen, en dat is niet leuk. Wie is het? Het is niemand, maar dat ding is weg. Toch? Dus dat is mijn probleem. Ja. En u zei me daarnet in het voorgesprek dat de kinderen hoopten op een leuke kinderdag, maar dat is uitgebleven. Jawel, ze wilden graag. Ze zagen verleden dat mensen naar dierentuin was het nog, waren geweest en gaan zwemmen. Verleden jaar hadden ze Sint. Verleden jaar hadden ze kerstmannetje gehad. Laat het leunen. Zet die weer onderin, even hoor. Laat het daar gaan leunen. Ga bij Fiona zitten. Ja. En ze zien die dingen. We kijken naar televisie elke dag. Ze zien leuke dingen. Ze vragen me gewoon, mami, is het alleen voor die kinderen? Zijn wij geen kinderen? Waarom doen die mensen zo? We zijn ook mensen. We willen ook verwend worden. Ja. Dus, en het doet een beetje pijn, anders kan je dat vertellen. Ja, en u zei dat ze ook naar ons programma kijken. Ja, altijd, elke jeepiede. Jeepiede, want een paar kinderen die bij me waren, zien ze ook daar. Okay. Dus ze zeggen, mami, doe iets. We willen ook verwend worden. We kunnen misschien niet naar KFC gaan of zo, maar misschien kunnen we iets anders doen. Verleden hadden ze die kerstmannetje. En hij was heel lief voor ze toch, met die wagen toch, meisjes. Dus dat willen ze graag weer. Die jongens vroegen me ook. Verleden was ik in de klas bij ze. En de meesten hebben gezegd, ze doen hun best, het gaat een beetje. Ja. Wat is de reden, mevrouw Matadien, dat u ons in feite hebt geroepen? Om dit te vertellen, want de prijzen zijn te hoog. Ik kan het niet aan. En laatst was ik ook 60 geworden. En ik kreeg heel veel aanvraag. Maar je twijfel een beetje. Maar toch heb ik gezegd van, kom maar, laat ons kijken wat het wordt. Ja. Heeft u dit ooit eerder meegemaakt? Zulke zwaardere jaren met uw kinderen? Of? Helemaal niet. Nee, het was er niet. Vanaf verleden jaar waar alles zo hoog werd, de koers en alles, dan begon het. Het is niet deze regering, zeg ik gelijk. Ja, het is gewoon de regering daarvoor. Alles werd plotseling peperduur en lastig. Soms ga ik zelf zondag naar de markt hier, bij die goede directeur. Ja, die me ook ondersteunt. Ik ga met die kinderen. En als ze Zacharias zien, dan geeft iedereen er wat. En dat vind ik fijn, de feien hier. Ja. Dus ik vind het ook leuk. Ze houden van haar. Laatst heeft een vrouw me appels gegeven voor die kinderen. Of ik ga met haar. Dus we doen samen inkopen. Ik moet met die kleintjes zijn. En ik vind van, het hoeft niet zo te zijn. Maar welke invloed heeft ook COVID-19 gehad op het draaiende kunnen houden van een kinderthuis? Nou, de ouders kunnen niet komen, want ze kunnen je niet betalen. Ze kunnen niet ondersteunen. Waarvan ze wegblijven. Ik heb weer zo'n geval. Als je wegblijft, dan blijft de schuld, want je moet mensen uitbetalen. Dan kan je ze ook niet uitbetalen. En dat is een heel lastig ding. Je werkt met veel plezier, maar je moet uitbetaald worden. En alles is duur. Dus je moet die mensen kunnen uitbetalen. Anders hoor je straks, die vrouw heeft me wel niet uitbetaald. Die vrouw dit, die vrouw dat. Je wil wel, maar ondersteuning komt van nergens naar binnen. Ja. Ik heb ook een brief gestuurd voor de vice-president. En plotseling hoor ik, hij heeft het niet gehad.
die brief is zoek. En ik wil die mensen ook vragen, alsjeblieft, als je mensen van de vorige regering hebt, wees opgepast, want wie ze willen, geven ze een kans. En wie ze niet willen, wordt gewoon aan hun kant gezet. En dat is lastig. Dat begrijp ik van alles. Ik luister altijd naar nieuws. Ik ben iemand van nieuws. Ik ben niet vaak buiten. Ik ben meer binnen aangelegd. En ik luister heel goed, vooral naar Satis. En ik wil dit ook voor Satis doorsturen. Satis, zonder dat je weet. Je bent een eerlijk mens en alles wat je zegt is berust helemaal op de waarheid. Ze hebben het met u gedaan. Ze hebben het ook met mij gedaan. En ook met Cairo. Maar we blijven eerlijk. In Jezus' naam. Zelf helemaal in de kerk hebben ze hun toestand gebracht. Maar toch, de Heer houdt van ze. En ik wil ze zeggen, ze hebben pardon gevraagd. Want ze weten dat alles de waarheid is. Dus ik laat het maar daarbij. Hoe zien de vooruitzichten eruit voor de kinderen voor de komende feestdagen? We hebben nog niets gepland. Vandaag had iemand het met me over kerst. Maar ik wil niet zomaar iets naar voren brengen. Daar ben ik niet echt zeker van. Dus ik wacht rustig. Maar de kinderen verwachten of hopen, want dat is speciaal voor die gemeenschap, dat ik dat aan u vraag. De kinderen willen wel wat leuke feestdagen. Ja, ze willen toch, kinderen? Ja. Nogmaals? Ja, maar. Ja, ze willen wel. Ze zien het. Ze zien altijd op tv. Deze heeft cadeau gehad, dat heeft gehad, dat heeft gehad. Mami, maar wij krijgen niet. Altijd moeten we eerst op de buis komen voordat we wat krijgen. Dus ik wil de gemeenschap graag vragen voor voeding. En ik wil ze nu bedanken bij u, want het heeft me geholpen. Een hele jaar in Jezus' naam had ik voeding. Nu is alles leeg. Ja, en ik dank de Heer dat ik u weer kan bereiken om ons weer te helpen. Misschien is het van dit keer 2-3 jaren. Kan. God is groot. God is groot. En ik geloof in hem. Ik wil de leiding van het land vragen om een beetje rekening met ons te houden. Het is te hoog, man. Ik kan het niet aan. En dat zijn we allemaal weesjes. Ik doe liefde werken. Niemand betaalt me. En ik hou van mijn werk. Ik doe het al 40 jaar. 10 jaar voor de overheid. En kinderthuis 30 jaar. Is samen 40 jaar. En ik hou ervan. Ik wil ermee stoppen. Maar de Heer zegt, ik heb nog een beetje kracht. Ik moet doorgaan ermee. En alles wat hier het tehuis, geef ik gelijk aan de kinderen. Je hoeft niet op straat te zwieren of te vervelen. Nee, als er wat is, kan je moeder gewoon contact met me maken. Liefst beschaafde ouders. Want je hebt altijd ook van die lastige ouders. Hetzelfde ook aan de Lolastraat. Mijn zoon weet ook hoe ik werk en wat mijn wens is. Ik hoef niks te hebben, want ik ga met niks weg. Alles is voor ons Surinaamse medebedeelde kinderen. Dus even ter benadrukking, u vraagt aan de gemeenschap of ze jullie wederom kunnen ondersteunen. Jawel. Niet alleen voor de feestdagen, maar ook daarna, precies, ook voor daarna. Maar ook dat de kinderen bedacht worden met wat cadeautjes. Jawel, als verleden jaar. Hele lieve mensen gehad. Ik was heel blij met ze. Maar ik zie alleen hun niet staan. En dat vind ik nu leuk. Er zijn ook Creolen. Ik discrimineer niet. Ik ben getrouwd met Iwan Matadin. Maar ik wil ook graag Creolen op mijn dak zien. Dat doet me heel goed. Niet dat ik discrimineer. Ik hou ook van de Hindustanen. Want zij hebben mij heel veel ondersteund. Voor al die 40 jaar. En ik ben ze allemaal dankbaar. Maar alsjeblieft, niet zo duur. Alsjeblieft.